mag het vrouwtje de zuilbak pakken. Mijn man die is gestorven en toen kwam ik bij de zuilclub in Bavel. Ik ben in 2010 ben ik daarin gekomen. Nou, het is de Jawaka kampioen. Nou, toen leer ik hem kennen. Ik denk, ik gooi eens mee. Dat wil ik wel eens zien. Ik dacht dus allemaal, dat is niks. Ja, dat doen de vent toch niet. Heb ik het geprobeerd. En dan wier ik mij persoon, het eerste jaar, wier ik al clubkampioen. Wij ja. Laten alles verschieten, hè. Ja? Ook voor want, met... Voor de sociale contacten is het niet goed. Nee. Want verjaardagen of zo gaan wij nergens naartoe. Want iedereen verjaart altijd op zaterdag natuurlijk, hè. En iedere avond flink tafel op. Hup. Trainen. En trainen. Iedere avond. Iedere avond. Uitgezonderd de vakantie. Oké. Okay. Want dat ding de paas niet in het vliegtuig. Maar wat willen jullie nou bereiken met het sjoelen? Niks. Ja, en betaling. Ja, de gewone eer. En gezelligheid. Ja. En winnen is dan niet zo belangrijk? Ja, dat moet winnen. Natuurlijk, daar gaat het voor. Dat gaat hard, jongen, tegen hard. Ja, dat is echt fanatiek hoor. Je moet winnen. Als ik begraven word, wil ik een zuilbak op mijn kist. Denk het niet. Voor u niet? Nee. Maar voor u wel? Ja, dat mag.